een beetje nervous. Dus het is de allereerste keer dat ik iets heb gekocht op Vinted. Hartstikke fake. Ik zie het direct. Echt? Ja. Ik wilde jullie nog even de pakketjes laten zien die ik allemaal heb binnengekregen. Het zijn er heel wat. Hier staat... Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het kinderfeestje van Luna. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik hoop dat jullie maar een beetje goed kunnen horen. Ik zit in de auto. Maar wat leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog. Weer de eerste sinds een hele tijd. Ik vertel later nog wel even een keer waarom ik even niet gevlogd had. Ik had er even gewoon niet zoveel zin in. Eigenlijk heb ik ook niet hele grondige redenen voor. Maar ik weet niet. Ik wist gewoon even niet zo goed wat ik dan moest vloggen. Nog steeds heb ik dat wel een beetje. Maar deze week wordt... Als het goed is, een hele leuke week. Luna is jarig en we vieren haar kinderfeestje. Het grote mensfeestje. Dat doe ik ook een beetje voor mij alvast, want ik ben ook deze maand jarig. Dus ik neem jullie mee in voorbereidingen en het feestje zelf. Dus ik hoop dat jullie zin in deze vlog hebben. Ik ga nu eerst gewoon lekker werken nog. Het is pas dinsdag. Vrijdag ben ik vrij. Ik heb gisteren gewerkt. Normaal ben ik maandag vrij en dan werk ik zeg maar tot en met vrijdag. Maar ik heb nu omgedraaid omdat... We willen Luna's kinderfeestje hebben vrijdag. Zaterdag is echt jaren. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik hoop jullie ook. Maar eerst lekker werken. Ik ben er bijna. Het is 7:45. Joehoe. Hoi allemaal. Oh, ik zie jullie aan, jongens. Ik ben weer thuis. Ik heb het idee dat het licht heel donker staat. We gaan pasta eten. Ik heb pasta gehaald. Pasta pesto. Kookroom. Ik heb al kip en tomaatjes. 2 keer verse groene pesto. Ui en knoflook. Dat had ik al even gehaald in de pauze van mijn werk. Dit is van een collega. Jezus. Wat is het? Ik had jou niet verwacht. Ik heb je toch gehad? Nee. Wel. Meneer. Lunet. Ik ga aan het telefoon even hier. Ellen. Hallo. Nee, ik zit er niet. Zit er maar in shirt. Oh ja. Ja, dus mag ik moet even de kip uithalen eigenlijk. Wel een goede pak, hè? Kijk hoe koud het is. Nee, een vriesbak. Dit plakt niet aan je. Kijk, mama durft het zelfs aan te raken. Tomaatjes en kip. Dus dat ga ik even maken. Dit moet misschien even nog heet water of zo. Dus wow. Ga ik koken. En ik heb dus ook voor het eerst in mijn leven. Hij is echt super donker. Ik kan niet kijken. Eerst in mijn leven heb ik schoenen besteld via Vinted. Dus die ga ik straks ook even met jullie unboxen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hier een pakketje voor Luna's verjaardag. Ik heb ook nog even een boxen. Nee, slijm gemaakt. Jakkes. Nee, dat is lekker. Oh. Het plakt niet. En er is een snoepje in je mond. Lekker. Bij Sander is dat wel eens een keer geweest. Toen ja, dat kan altijd. Ook als je het niet wil, kan het gebeuren. Ja, want dat was dus bij Sander gebeurd. Maar dat denk... heel even? Maar dat deed niet pijn. Nee, nou, dat doet wel eventjes pijn. Ja, toen we in, toen we in Frankrijk waren. Mm-hmm. Toen wou ze dan naar een broodtrein en toen kreeg hij een bloedvinger. Mm-hmm. We hebben lekker pasta pesto gegeten en ik ga nu een pakketje inboxen. Ik ben een beetje nervous. Dus het is de allereerste keer dat ik iets heb gekocht op Vinted. En het zijn dus Jordans, dus Nike Jordans. En ik heb die laatst ook al gekocht, maar dan gewoon nieuw. Bij Outlet Store of zo, Outlet. Dat is gewoon Amsterdam. Dus ik dacht gewoon, dat is gewoon Nederland. Kan niet, bijna niet misgaan. Nou, het ging helemaal niet mis, het was gewoon nieuw en zo. Maar dit is dus
tweedehands vanuit Frankrijk. Maar ik heb ook geen idee of hier ook vet op gefraudeerd wordt en zo eigenlijk. Het zijn gewoon lagen. Ik hoop dat ze natuurlijk nog mooi nieuw zijn. Nou, de doos ziet er weer een beetje, maar het kan ook door het vuur af. 37,5 heb ik. Mag jij nou ook meekijken? Ja, ik ga even uit beeld. Oké, kijk. Dit zijn de groene. Hartstikke fake. Ik zie het direct. Echt? Ja. Hoe dan? Ze zijn nep. Meen je dat nou? Nou, niet zo fucking nep. Ze zien er nog wel helemaal nieuw uit. Voor wie is die? Dat zie je verder wel helemaal. Ja, en dit is een hoogglans en dan dit. Ja, het geen hoogglans bij die andere. Nee, klopt. Nou, ik hoop dat ze... Ik heb er ook geen verstand van. Dus tuurlijk wel. Ik zie dit ook want niet. Want zijn ze er niet zo zuinig op geweest. Bijna nog nooit. Nee, tuurlijk niet. Twee keer zou ik zo zien inderdaad. Maar ik kan wel zien dat ze wel een keer aanhaakt. Ja, heel weinig zei ze. Nou, dit zijn ze. Super nice. Ik moet ze nog even aan. Leuk. Maar deze zijn... Ja, die dingen die worden echt al zo duur verkocht. Terwijl ze nieuw zijn, ze dus iets van... Nou, kosten ze bijna niks. Niet. Ik heb het idee dat ze wat kleiner zijn dan die andere. Franse. Ze zijn wel heel leuk. Ze zitten heel lekker. Ik had het net al een beetje laten zien. Zo, mag ik die andere ook even aan? Oh, sorry. Yay. Cool. Kijk mee. Nou, ik ben bij de sportschool, want ik ga nog even sporten. Ik stond namelijk net de boodschap aan jullie te laten zien en toen kwam Sander ineens om de hoek. Ik snap niks. Wat is nou gebeurd met die ISO de hele tijd? Terwijl ik dacht dat hij moest overwerken, maar ze hadden niet heel veel te doen op het werk, dus dat hoefde niet. Dus dat gaf mij de gelegenheid om lekker te gaan sporten. Super fijn! Ik dacht al shit, dan kan ik heel lang niet sporten, want morgen is Chanel jarig. Dat is vriendin. Dus ik dacht, ja, dat geeft me dat dus helemaal geen kut. Toen komen de mensen naast me staan en net gaan scoopen. Very awkward. Nou, boeien. Zo. Wat een drukte. Normaal is het nu zo druk. Het is 6:45. Normaal is het altijd lekker rustig nu. Maar ik ga armen trainen vandaag. Aju. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ben onderweg. Ik rij inmiddels... beetje vlakbij Bijlen en Twingelo, want ik heb een shootdag met werk. Moet over 3 kilometer afslaan. Ik moet even in de gaten houden. Goed, het is echt super mistig. En het is in een bos, want we gaan onze outdoor collectie shooten. Voor de outdoor campagne. En dit was niet helemaal de sfeer die we in gedachten hebben. Ik hoop dat het een beetje opklaart. Het zou fijn zijn. Het is 8:40 nu. Volgens mij moest ik er rond 8:45 zijn of zo, dus ik ben mooi op tijd. Precies eigenlijk op tijd. En dan is vandaag alweer dit mijn laatste werkdag, want ik had natuurlijk maandag gewerkt. Dus ik ben lekker morgen vrij, dat is het feest van nu. Ik moet jullie ook nog al die dingetjes laten zien. Ik heb allemaal pakketjes binnen met dingetjes voor haar feestje en zo. Maar ik zal jullie morgen helemaal meenemen in de voorbereiding. Dan heb ik gewoon weer lekker, dan ben ik lekker vrij. Dan heb ik tijd om jullie overal mee te nemen. Dus dat is leuk. En ik ben benieuwd waar... het er allemaal uitziet daar. Ik hoop dat het een beetje is wat we in gedachten hebben. Ik ben benieuwd. Goedemiddag of avond. Het is net, het is precies 6:00. En ik ben nu net een kwartiertje thuis met Lun of zo. Ik ben nog even langs de winkel geweest. Ik heb het heel koud nu de hele dag als nadat ik bij die shoot wegkwam. Ik heb daar niet meer gefilmd. Het was super, super koud. En Zoe en ik waren best wel snel klaar. Het collega van mij, wij doen dan ons eigen ding voor social media, zeg maar. En de foldershoot is dan ook op dat moment. Maar wij waren veel eerder klaar, dus ik kon gelukkig ook eerder weg. Ik kom lekker aan kantoor, lekker warm. Maar ik zal even boodschap laten zien. Ik heb 2 keer brood. 2 keer chips voor morgen voor de feestje. En cake. Kunnen ze morgen sieren. Dit ga ik zo eten. Spekkies kunnen morgen voor de cake. Dit, tomaat, sla, daar had ik natuurlijk even over na moeten denken.
Nou, ik had dus lekker varkenshaas met champignonsaus. Met de champignonsaus zat erbij in het bakje. En ik heb hem dus zo in de tas gezet. Dus nu zit die hele bak vol met saus. En het moet in de oven. En dat kan natuurlijk niet. Dat gaat helemaal aankoeken. Ik word niet goed voor mezelf. En geen lekkere champignonsaus erbij. Ik ga het proberen te fixen. Nou goed, avocado. Ik wil er even sla bij maken. Komkommer. En banana's. Dus dat was dat. Nu ga ik eten maken. Ik wilde jullie nog even de pakketjes laten zien die ik allemaal heb binnengekregen. Het zijn er heel wat. Hier staat, en er staat ook al een wasmand met was die ik zo even moet opvouwen. Maar ik dacht, ik ga jullie even alle pakketjes laten zien. Het is eigenlijk allemaal voor voorbereiding voor Luna's feestje. Mijn verjaardag. Dus ik begin maar gewoon met het eerste. Ze heeft me ook nog niet verteld wat ze krijgt. Maar ze krijgt dus een spelletje. Ik heb ook nog staan trouwens. Ik moet morgen alleen nog even inpakpapier halen. Maar ze krijgt dit spelletje. Die had ik laatst al uitgepakt. Die hadden we besteld en gekocht. En we gaan dus naar K3. Eind oktober. Dat is dan de laatste show met Klaasje. Hier Martini Plaza. En daarvoor heb ik dus, om dat cadeau te pronouncen, om het zo maar te zeggen, heb ik een K3 jurkje. Kijk, superleuk. Ik hoop dat ze hem past. Het is wel een vrij groot maatje, van 6 tot 8 jaar. Beter iets te groot dan dat hij al aan de krappe kant is. Dus dat. En dan doe ik daar de kaartjes en zo bij. En dan, nou ja, zullen we er nog wel even bij moeten vertellen dat het K3 is. Maar dan is het toch wel net even wat leuker en wat tastbaarder. Dan heb ik 2 pakjes textielstiften. Want ze gaan morgen op het kinderfeestje t-shirtjes kleuren. Mogen ze een eigen t-shirt maken. En die heb ik hierin. Kijk, hier zitten allemaal shirtjes in. Het zit gewoon opgerold. Ik heb in de maat 8, 9 jaar. Ik heb maar gewoon grote maatjes gedaan. Ik ga er even in bekijken eigenlijk. Maar goed dat ik een groot maatje heb gedaan. Het ziet er niet heel groot uit. Nee, maar ik merk ook echt wel dat het een beetje van kwaliteit is. Dus dat. Tot slot. Een doosje. Met nog even bekertjes voor het drinken van Elsa en Anna. Het wordt een soort Elsa en Anna thema. Ik had nog wat ballonnen van Elsa en Anna. Servetten. Oh, een tafelkleed. En rietjes van Elsa en Anna. Dat was het. Wat we allemaal hadden. Ik had ook al wat eerder al wat ballonnen en slingers en zo aangeschaft. Bij de Action al een keer. Dus, top. En nu ga ik was opvouwen en thee zetten. Het is vandaag vrijdag 8 oktober en het is 12:30 en ik ben bezig met de voorbereidingen voor het kinderfeestje van Luna. Zoals je kan zien hebben we het gisteren allemaal versierd, heb je ook al kunnen zien. We hebben het nu maar alvast gedaan omdat ze vandaag natuurlijk haar kinderfeestje heeft. Het was wel leuk als alles al versierd is en daarnaast heb ik vanavond nog een feestje van Chanel. Tenminste een borrel. Dus dan was ook niet echt meer dat ik nog kon helpen met het versieren, dus ik dacht handig om het nu gewoon even te doen. Ik heb net even gestofzuigd. Hij staat hier nog. Moet ik ze nog even opruimen. Wat ik nu ga doen is deze tafel even leegmaken. En dan dit tafelkleed erop leggen. Dan ga ik hem dekken met de bordjes die ik heb gekocht. Die heb ik jullie gisteren laten zien. Ik moet ook nog even Luna's cadeautjes inpakken. Voor degenen die nog niet zijn ingepakt. En dat even boven ergens verstoppen. Want ik ben er dus vanavond niet. Dus dat moet even gebeuren. Ik heb net de zakjes even die ze later mee naar huis krijgen. Na het feestje even met nog wat snoep gevuld. Ik zou zo nog even laten zien wat er allemaal in zit. Straks cake versieren. Zo, kijk, ik heb deze 3. Laten we even zien daar. Cake versieren. Dat had ik nog. Dit. Die zit nog best wel vol. Deze.
kunnen ze ook nog wel even meedoen. Deze, het is dus wel al met die hartjes en die bijna leeg. Maar ja, boeien. Dit nog. En ik had nog van die spekkies. Ze dus kunnen ze de cake mee versieren. Dus dat. Ik moet zo de vaatwas er ook nog uitruimen. Ik heb nog even, een kwart voor twee zijn ze vrij. Dus dan moet ik staan. En ze gaan dan meteen, de meeste in ieder geval gaan meteen mee hierheen. Een aantal worden nog gewoon gebracht door hun ouders. Dus ik ga even de tafel leeghalen en zo. Nou, het is al helemaal een soort van ready, denk ik. Ik zal even mijn slofjes opruimen hier. Nou, de tafel is gedekt. We hebben nu natuurlijk een ronde tafel. Vorig jaar hadden we een langwerpige tafel, dus het is even met een beetje passen en meten. Dus ik heb daar een krukje. Dus één iemand moet ook op een krukkie. De bordjes staan nu ook niet echt evenredig aan de, of de stoelen. Ze staan niet echt lekker gecentreerd aan de bordjes, zeg maar. Nou, moet hier iemand op een krukkie. Die heeft wel een beetje zuur. Maar ja, zo is het wel oké, okay, denk ik. Hier een puzzeltje. Ballonnen. Kijk, daar liggen de shirtjes al. En hier staan al schoenen. Dan heb ik een wasje erin. Kijk, hier heb ik trouwens die zakjes. Er zit dus een potje met slijmachtig spul in. En nog snoepjes. En een stuiterbal. Dus... dat is dat in een leuk frozen zakje. Dus die zakjes staan hier al klaar. Dus ik denk dat ik het wel ready heb. Ik heb het cake alvast gesneden. Dit alvast in bakjes. Dus dan gaat het wel goed komen, denk ik. Ga ik nu de kinderen halen, dan is het. Nog 5. Ja, ik moet wel even op tijd zijn nu. Dat ben ik normaal ook wel, maar iets meer op tijd dan normaal. Ga wel met 5 minuten weg. Maar zit niet zo. Ik heb geen make-up op. Maar ik ben natuurlijk vanavond weg moet. Ik dacht, dan ga ik dan gewoon lekker mijn make-up doen. Dus ik zal wel even wat proberen te filmen ook van het kinderfeestje. Maar niet heel extreem veel, denk ik. Want ik kan natuurlijk niet al die kinderen zo met hun gezicht op YouTube zetten. Ik zal gewoon een beetje, dat heb ik vorig jaar ook gedaan, gewoon hun met dan vanaf de rug filmen. Maar het is dit jaar iets lastiger, want ze hebben een ronde tafel. We hebben een ronde tafel. Vorig jaar hadden we rechthoekig. Dus zat iedereen te kijken naar Luna. Dus ik kon dus heel goed filmen vanaf achter. Dat wordt nu denk ik iets lastiger. Maar goed. Komt allemaal goed. Ik bijna weg. En ik heb er zin in. Heel erg heet. Heel heet. Lava stijgt gewoon. Zo heet is het. Oké, okay, echt. Met je handen in. Best koud. Zo dan. Iets warmer. Nou. Warmer. Warmer. Kouder. Kouder. Warmer. Nee, niet kouder. Warmer. Je raakt het aan, bitch. Ja. Je bent er super erg dichtbij. En het zit er ergens... dat is geen tip. Het zit ergens in. Het zit ergens in. Moet je overstapjes. Ja, over een overstapje. Dan moet je hem knakken, weet je wel. Ja, ik weet dat moet. Ik weet dat het moet. Weet je al eentje doen? Oh. Over de jar. Oké, okay, eens kijken. Ik weet dat. Doe een dark deken. Nee, ik kloon de dark eenhoorn. Die wit, alles wat wit is, dat geeft kloon de dark. Wow. Oh, zag jongen. Doe eens zo wel dan. Maxi. You. Be careful.
is er nog soap in. Drie cadeautjes. Allemaal van jou. Ga eerst een check. Oké, eerst gokken wat zit erin, denk je. Eerst gokken. Ja, dat zeg ik wel tegen mij. Je moet gokken. Ik denk, is goed. Nou, waar voel je dan? Nee, maar... Ik zie het al. Het is al een vervelend. Doodles is verrijden. Ja. Ik weet het niet. Dit is Mario Kart. Nee, Mario. En dan dat je moet lopen. En dan moet je allemaal dingetjes doen. Die is leuk, hè? Hier kun je voor... Zo, ja, dit is het kleinste. Heet het? Er zitten helemaal weer tattoos op. Leuk? Ja. Grootste cadeau. Je moet er denk ik een soort van uitleg bij geven. Dit is. Even goed bekijken. Moet je maar kijken of je denkt. Misschien weet je het. Kijk daar, wat is dat? Hoe heet het die mij ook weer? K3? Oh ja, K3. K3? En dan gaan we heen. Oh ja, dat dacht ik al. Ik wist niet zeker of het echt wel waar was. Omdat dat de kaartjes zijn, hè? Daarmee mag je naar binnen. Je moet goed bewaren. Ja, en heb je dan een goede outfit bij nodig natuurlijk. Deze heb ik volgens mij... Rotterdam heeft volgens mij ook. Ja, die kun je dan aan als je heen gaat. Dan zeg je, hallo, ik ben K3. Oh. En dan ga je mee zingen. Dan zet hem op. Het ziet er heel anders uit. Ja, met een andere club. Vind je het wel leuk dat we naar K3 gaan? Gaan we naar de show? Gaan we... Vandaag? Nee. Een andere keer. Ja, wel bijna op zich wel. Een paar weken. Deze maand. Net nadat mama jarig is geweest. Wel leuk? Ik wil deze aantrekken. Oh. Maar ik wil dat op. En Klaasje gaat weg, hè, bij K3. Ja, die wil ik juist heel graag zijn. Die vond ik altijd heel mooi uit. Ja, maar die heeft dan de laatste show. Dus het afscheid van Klaasje is dan als wij daarheen gaan. Ja. Oh, dus dan is dit toch nog wel? Ja. Oei, ik wil Klaasje zijn. Deze gaat weg. Ja. Het mocht best dat deze weg mocht. Die wil ik niet weg. Maar hoe gaat deze eigenlijk weg? Dat gaat het anders doen, denk ik. Maar vind je dat leuk? Ja. Mooi. Kunnen we straks even het spel gaan doen? Leuk spel. Oh, deze. K3'tje. Het is vandaag zondag. En Lun, wat gaan we doen vandaag? Verjaardag hier zo van hele familie. Ja, man, we hebben allemaal stoelen hier zo. Maar haar, ja, maar het zakt er een beetje uit. Ik had het een beetje, zeg maar, niet echt gekruld, maar wel een beetje wavy gemaakt. Een beetje met die plukjes zo, maar het is niet veel. Het is 3:15, dus als iedereen er is het helemaal uitgezakt, denk ik. Maar goed, mijn outfit. Ik wist het echt niet, ik wilde wel iets van een jurkje. Dus ik heb nu zo'n t-shirt dress met mijn nieuwe schoenen. Ik heb nieuwe schoenen besteld. Dit zijn deze. Ja, deze. Van Sasha. Van de collectie van Queen of Jetlags. Zo'n beetje zo'n vierkante neus. Ik vind ze echt super leuk. Dit jurkje staat van de Zaar. Deze riem is van Naked. En dan dit jasje is ook van Naked. Die heb ik er dan zo gezellig overheen. Weer een soort van een oude bij elkaar geraapte outfit. Ik had eerst een panty aan. Ik dacht, ja, het is eigenlijk best wel mooi weer. Ik kan ook wel gewoon blote benen doen. Kijk, achter hebben we even de lounge shit. Daar kunnen we op zich ook zitten. Want het is dus echt wel lekker weer met de zon nog. Maar binnen hebben we ook gewoon... Wat is er? Ik volg, ja. En nu, laat eens zien wat je hebt. Ik? Ja. Moet je even met je tong zo doen, zoals dat het doet. Ah, echt zo vies. Die tand. En daarachter komt dus al een nieuwe tand.
Nou, in ieder geval achter die tand zit al een nieuwe. Maar goed, binnen hebben we dus gewoon allemaal tafeltjes en stoeltjes. Tafeltjes, ja, stoeltjes gewoon, kunnen zeg maar. Waarom ligt dit hier nog weer zo grommelig? Luna's haartje is ook een beetje zo gekruld. Wilde ze graag. En ze heeft haar quadrijurk aan. Ik ga dat ding denk ik nog even weghalen. Het lijkt me niet zo handig dat hij daar zo staat voor degene die daar moet zitten. Maar goed, verder hebben we voor het avondeten even lekker soep. Het is trouwens, ja, 3:10. En vanaf 3 komen mensen. Tomatensoep. Goed, en we gaan hamburgers pakken op de barbecue. Ik heb taart. Ik hoop dat ik genoeg heb. Wijn, bier. En het staat ook nog buiten. Hartige taartjes. We hebben verder niet extreem veel borrelhapjes. We hebben wel gewoon wat chips en wat worteltjes met heksenkaas en zo. Dat soort dingetjes. Maar ja, we doen dus en taart en zo. En dan ook nog avondeten. Dus dat gaan anders dan lussen mensen straks niks meer. Je mag wel meenemen nu. Het staat hier op tafel toch, schat? Joehoe, afdeling hamburger. Hoi. Hoi. Ben je goed bezig? Volg wel wat. Stel op de vlog. Oké, hoi. Oké. Lekker. Wat zit hierin? Oh, balletjes. En dan laat je die. Voor mij hoeven wij die niet. Eeuw. En dan ben ik om jullie die school. Nee, ja, Luna. Soep. Jawel, daar. Ja, maar daar zitten balletjes in. Nou, dan eet je die toch niet op? Boef. Zou ik die overnemen? Ja, maar daar zitten ook balletjes in. Dat is heerder met liefde hoor. Oh, je gaat de balletjes eruit doen. Ja, top. Opa, laten we de boel wel afheen, joh. Hallo jongens, het is vandaag maandag. En the day after the party. En ik had jullie niet echt superveel meer meegenomen gisteren. Dat is natuurlijk met familie en zo. En dan ja, film ik toch nooit echt heel erg veel. Maar ik dacht het misschien leuk om vandaag nog even mee te nemen in de vlog. Want ik denk dat hij niet heel erg lang is geworden. Ik heb net gesport. Het is 10:00 geweest net. Ik heb snel gesport. Ik heb armen getraind. Ik was nu net even begonnen met het hier weer een beetje ja, doable te maken qua voor het oog, zeg maar. Het is nog wel een beetje een troep. De vaatwasser heeft aangestaan vannacht, maar past natuurlijk lang niet allemaal erin. Dus hier is het nog een beetje een bende. Dus ik ga dit zo meteen even wegwerken. Ik had net de bank en zo al een beetje weer oké gemaakt. Nu zie ik dat deze nog wel een beetje ingezakt is. We hebben trouwens deze bank van, als ik het goed zeg, Karwei. Is van dat merk Wood, met 3 O's. Maar je moet de kussens dus regelmatig wel een beetje opkloppen, omdat ze anders een beetje inzakken. Maar ik vind dat verder niet heel erg storend of zo. Ik ben nog steeds echt super blij met deze bank. Het kleed is van Leen Bakker, maar is inmiddels echt al best wel oud. En hij gaat dus hier nu zo omhoog staan. En we hebben al een keertje omgedraaid. Dus die hoek is ook al niet meer mooi. Maar goed, kijk, alle cadeautjes liggen hier ook nog echt overal. Van Lun. Maar ik dacht misschien leuk om vanmiddag nog even een beetje de leuke cadeautjes met haar te laten zien. Ze zit nu op school. En ze heeft daar nu vandaag nog haar verjaardag. Ze doen alleen niet meer met trakteren en zo. Dus dat was voor mij wel chill. En anders had ik dat gisteravond ook nog allemaal moeten klaarmaken. Dus dat scheelde weer. Nu zijn mijn wenkbrauwen dus weer een beetje oranje geworden van die, hoe heet dat, van die verf. Ik heb gisteren mijn wenkbrauwen nog even geverfd. Maar ik dacht dus dat het misschien kwam door de zelfbruiner die ik dan af en toe. Dat ik namelijk elke keer als ik dit had gedaan, deed ik daarna zelfbruiner op. En toen werd het ineens de hele tijd oranje, maar nu heb ik dat niet gedaan. Dus ze zijn alsnog oranje. Ook nog even een huidupdate. Het gaat nog steeds verschrikkelijk. Kijk dan. Ik heb namelijk dus een paar weken geleden mijn spiraal eruit laten halen. Omdat ik dus echt ineens ontstekingen en zo kreeg. Echt acne. En ja, ik kon eigenlijk geen andere reden bedenken dan dat daardoor kwam. Ik dacht, ik laat dat ding eruit halen. Ik was sowieso wel een beetje klaar met al die hormonen in mijn lichaam. Ik heb al 6 jaar spiraal. Sinds dat Luna er is eigenlijk, heb ik een spiraal genomen. Ik was er nu wel klaar mee. Dus ik heb hem eruit laten halen. Terwijl ik net eigenlijk dus een nieuwe erin had. Ik hoopte dat het daardoor beter zou worden. Maar goed, het is ook nog een beetje vroeg om te zeggen. Het heeft nog geen effect. Want het kan natuurlijk zijn dat er gewoon heel veel hormonen in mijn lichaam zitten. Ik ben wel net weer voor het eerst ontsteld geworden. Als dit too much details is. Maar ik ben dus echt ook 6 jaar niet ongesteld geweest of zo. Dus het is wel weer even nieuw voor mij. Ik had gisteren trouwens ook nog lekker een
cadeaubon gekregen van Rituals. En verder gewoon geld. Want ik deed het voor mijn opa en oma. Of voor mijn opa en oma. Ik heb nog geen opa's meer. Voor mijn oma's en zo. En voor de familie van Sander. Zijn broer en zo. Deed ik het gewoon allemaal in één keer. De verjaardag, zodat het niet nog een keer hoeft. Ik ben namelijk eind deze maand jarig. 26 oktober. Dus dan hoef ik niet nog een keer weer zo'n feestje te houden. Het scheelt weer. Dus daar had ik ook al geld en zo van gekregen. Dus dat is chill. Maar goed. Ik wil jullie straks ook nog even een pakketje laten zien van Chiquel. Dus ik ga jullie vandaag gewoon even lekker meenemen in deze dag. Ik ben altijd vrij op maandag. Ik heb nog een mooi bosje bloemen gekregen van de ouders van Sander. Staat hier helemaal gezellig. Dus vandaag neem ik jullie nog mee. Ik ben vandaag lekker vrij. Ik ben altijd vrij op maandag. Morgen moet ik wel weer aan de bak. Echt, die huid is ook weer zo erg. Als jullie tips hebben, let me know. Ik denk ook niet dat het aan voeding en zo ligt. Want ik heb alles al een beetje geprobeerd. Kijk dan. Echt niet blij mee. Maar ik ben er inmiddels alweer een beetje aan gewend. Ik heb echt nooit pukkels gehad. Sinds een half jaar of zo is het helemaal van slag. Ik ben weer met mijn vriendin. En wat doen we? Een game en ik heb ook chips. Lekker chillen, hè? Ja. Lekker een meidenmiddag. Gamen en chips eten. Ja. En wat is er gebeurd op school? Een krant is eruit. Oh. En er komt meteen weer nieuw door. Ja. Hij is eruit gegaan, hè? Ja, en een kat was stoten met Daan. Ja. Met een hele dikke bult. Ja, het is wat. En wat had je nog meer op school? Jarig. Ja. Ik mocht met een gekleurde pen. Met een gekleurde pen. En gebeurden er nog meer dingen? Nee. Nou, maar was wel leuk, hè? Ja. Ga je straks nog wat cadeautjes laten zien? Ja. Die je leuk van wie je dat gekregen hebt? Ja, dat komt straks. Oké. Okay. Ik ben even in mijn kamer. Want ik had nog wat items van Chiquel die ik jullie nog zo laat zien. Dus het pakketje ligt hier en dat ga ik even aan op jullie. Nou, als er één ding is waarom ik echt in love ben met Chiquel, zijn de truien. De trui die ik zojuist aan had, was namelijk ook van Chiquel. En dit is ook weer zo'n hele fijne trui. Ze hebben altijd van leuke opdrukjes. Meestal altijd iets met een staat of zo in Amerika. Ik durf niet in mijn hoofd te zeggen waar die van net van was, maar die staat West Virginia. Maar deze is super leuke trui. Ik vind het echt heel erg leuk. Hij heeft hier ook zo'n beetje zo van die strepen. Dus net even weer wat anders. En even kijken welke maat ik hem heb. Volgens mij heb ik hem in een kleinste, dit keer XS. Die andere was in een S. Ik weet niet. Volgens mij heb ik hem genomen zodat ik hem eventueel ook gewoon een keer op een leuke jeans of zo kan doen. Dat ik hem niet alleen maar als chill trui heb, maar misschien ook een keer op een andere. Want ik heb dus ook deze broek besteld. Die ga ik je nu laten zien. En ik dacht, misschien is het wel leuk om die eronder te dragen. Want die is rood. Dus ik ga het jullie nu laten zien. Komt die. Oké, de broek is niet zo'n groot succes. Ten eerste is hij me veel te groot en te lang. Ik ben natuurlijk maar 1,65. Dus dat is het niet. En hier is hij dan juist weer te klein. Dus je hebt twee van die clipjes waar je hem zo op kan doen. Maar ik krijg hem echt niet naar die tweede. Dus dit wordt hem helaas niet. Ik dacht, dat is leuk. Kan je die trui zeggen? Kijk, dit ziet er wel leuker uit. Maar is hem gewoon echt te groot in de pijpen en te krap in de taille. Helaas, ik weet niet welke maat ik er had. Ik denk een 36. Ja, maar nee, hij past mij niet. Dan heb ik nog dit schattige soort van overslag truitje is het. Want het is dus een truitje. Het zit gewoon hier helemaal vast. En de achterkant is eigenlijk precies hetzelfde. Want ik had hem net al verkeerd om aan. En dat had ik eigenlijk helemaal niet door. Want ja, behalve dat die kaart er zo uitstak. Toen dacht ik, oh, ik heb hem verkeerd om. Maar dit vind ik echt heel erg leuk. Het is ook leuk op een jeans. Op een leuke zwarte broek. Ik heb nu gewoon een zwarte sportlegging aan. Die overigens ook van Chiquel is. Ik leef daarin. Voor als ik dan zo'n dagje thuis ben. Maandag. Moet wel Luna zo halen. Dan ga ik gewoon hier in naar school. Dan weet ik namelijk niet in een joggingbroek. Maar dan ga ik lekker in zo'n sportlegging. En die van Chiquel zijn echt top daarvoor. Dus daarvoor heb ik daarvan een heleboel in de kast. Goed, dit leuke truitje. Dit is ook echt een aanrader. Even kijken of ik daar... Oh, dit is een one size. Dat heeft Chiquel heel veel. Voor mij is dat altijd best wel prima. Very nice. En dan tot slot dit hele schattige overslag ook weer topje. Een leuk beetje oranje. Maar wel een beetje, ja, oud oranje-achtig kleurtje. Daar is een leuk roezeltje. Deze vind ik echt heel erg leuk. Misschien dat ik hem wel gewoon sowieso ook hou. Bijvoorbeeld voor een Koningsdag. Leuk ook op een blauwe lichte jeans. Oh, het kaartje. En een S heb ik deze. Super schattig. Deze kan dus helemaal zo open.
Als je dit zo weer open doet, dan gaat hij dus helemaal open. Dat waren de items. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Dat zal ik even in het scherm zetten. Daarmee shop je met 20% korting. Chiquelle heeft echt super snelle verzending. Ik heb het altijd dezelfde dag. Nou, niet dezelfde dag. Ik bestel het en dan heb ik de volgende dag het in huis. Je kan ook heel makkelijk achteraf betalen. Ze zenden gewoon met PostNL, dus dat is ook altijd fijn. Ga vooral een kijkje nemen. Ik zal even alle linkjes van deze items in de beschrijving zetten. Sander is dus weg. Die heeft altijd school op maandagavond. Dus Luna en ik zijn met z'n tweeën. We gaan heel slecht eten. Doe ik echt een tosti. En ik ga een ovenbroodje eten. Want ik heb geen boodschappen gedaan voor eten. Bad mom. Oeps. Dus de tosti zit er al in. Hij is bijna klaar. En mijn ovenbroodje zit ook in de oven. Ja, ik heb gewoon zo geen zin om naar de winkel te gaan. En Luna, ik zei het tegen Luna, ga even naar de winkel. Nee. Zeg ik, nou, dan niet. Dus nu gaan we heel simpel eten. Ik ga zo meteen de vlog afsluiten. Luna, je wil niet meer je cadeautjes laten zien, hè? Nee, dit zijn ze gewoon in de regenbaar. Oké. Ja, ze heeft allemaal hele leuke cadeautjes. Een mooie Barbie. Van twee vriendinnetjes van haar, die op het kinderfeestje waren, hè? Mm-hmm. Met een Janna. Mooie glow the dark dingen. Hele mooie sleutelhanger. Met hartvriendin voor altijd. Van Vera heeft ze die gekregen, nog een vriendinnetje. Make-up dingetjes voor mijn oma. En dit ook voor mijn oma. Leuke spelletjes. En allemaal boekjes, kleurboekjes. Maar ook leesboeken. Maar ja, dit is ook nog wel heel erg leuk. Ga je lekker met Chanel aan de bak, hè? Heb ik gehoord. Kinderbakboek. Allemaal leuke stap-voor-stap recepten in voor kinderen. Wafels. Frambozen kwarktaart. Nou, en dan ook echt van alles. Super leuke dingetjes. Taart en cupcake staat ook al een beetje per ding. Ja, aptaart. Dat is ook nog wel heel erg leuk. Het is van de boer van Sander en zijn vriendin gekregen. Ze heeft skiers gekregen van Tony en Marga, van de ouders van Sander. Ze heeft een mandala ding gekregen van mijn moeder. En dan nog met een jurk. Een Elsa jurk. En een tas. Voor de school. En het gaat met mijn vader en mijn stiefmoeder naar de dierentuin. Superleuk allemaal. Nou, en nog meer dingen, maar dit is even een kleine indicatie van wat ze allemaal gekregen heeft. Allemaal dikke verwennerij. Maar ze heeft zelf niet echt zin meer om te laten zien. Dus dat is wel ook helemaal goed. Hoeft ook niet. Dus ik ga zo denk ik ook even de vlog afsluiten. Want dan ga ik hem straks afediten. En dan kan hij ingepland worden voor morgen. Morgen moet ik natuurlijk werken. Dus het moet wel vandaag af zijn. Kijk eens meid. Ga maar lekker op de bank eten. Vandaag toch al loedermoeder. Zie ik er ook uit overigens. We hebben net ook lekker dus met z'n tweeën chips gegeten op de bank. Hè, Luc? Ja. Ja, dik feest vandaag. Nou, ik wil jullie in ieder geval heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vonden. Ja, laat me vooral weten wat jij dan ook leuk vindt om te zien. Wat ik kan doen qua vlogs of video's naast het werk. Want dat is gewoon een beetje waar ik dus mee in de struggle zit, zeg maar. Ik vind het vloggen en zo wel heel erg leuk. Maar ik heb gewoon door de week nu heel weinig te vloggen. Omdat ik natuurlijk gewoon 4 dagen op kantoor zit. Luna gaat naar school, daarnaast ook. Dan moeten we dus halen Cardano van de Bezo. En dan is het alweer 6 uur. En dat is dan eigenlijk... Ja, alleen de tijd die daarna komt is wat ik zou kunnen vloggen. Maar ja, dan gaat Luna naar bed. Dus dan is Luna er ook niet meer. Ik zit daar een beetje mee. Kijk, ik dacht, ik kan sowieso misschien af en toe wat dingetjes op maandag doen. Dat ik dan een soort aparte video's maak. Zoals What I Eat in a Day en zo. Maar ik weet ook dat jullie de moedergerelateerde video's altijd leuk vinden. Zoals routines en zo. Dat kost gewoon heel veel tijd om überhaupt al te filmen. Maar ook dan te editen. Dus ik moet kijken in hoeverre ik dat even terug kan oppakken. Die zon schijnt ineens super fel. Ik wil mayo en ketchup. En dat staat hier. Ik ga mijn broek gewoon lekker uitdoen. Oh, doe maar lekker uit. Maar goed, ik ga even kijken hoe en wat en daarin. Maar laat vooral weten wat je leuk vindt qua video's of dingen in vlogs. Waarvan jij ook zou denken, nou, dat kan je daarnaast wel kunnen doen. Ja, of ik moet terug naar weekendvideo's. Dus ja, ik moet er echt even over na gaan denken. Maar ik vond dit sowieso wel weer leuk om te doen. Of op te nemen, omdat het natuurlijk mijn verjaardag en zo was. Dus ja, vandaar. Nou, wil je nog wat zeggen? Nee. Nee? Doei. Doei.
Doei allemaal. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Volgende video. Doei doei. Hoezo zeg je het? Ja, je hebt helemaal gelijk, Lun. We vergeten het helemaal. Luna herinnert mij er even aan dat ik eigenlijk nog moet abonneren, moet zeggen. Dus vond je de video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie heel graag weer volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei.